midden in Bergen-Belsen, het vernietigingskamp, ligt een baby onder een schoon lakentje. Een lakentje, schrijft Abel Herzberg, met een kantje dat zijn moeder zelf had gehaakt. Zo'n gewone vrouw die te midden van al dat vuil en die stank, te midden van al die zelfzucht, dat kijven en vechten om een lepel soep, de honger, de ziekten en de dood, de gewone instincten niet verloren had van een jonge moeder voor haar kind. Het kindje floreert onder al die liefdevolle zorg. Het heeft een roze gezichtje en speelt met zijn handjes. En Irmi, de blonde capo, die belast is met toezicht op de gevangenen, raakt erdoor vertederd. Als ze de barak komt inspecteren, zorgen de vrouwen dat ze het kindje al bij binnenkomst ziet liggen en daardoor vergeet dat ze een belangrijke oorlogstaak heeft. Ontroerd zegt Irmi: als jullie allemaal vergast of doodgeschoten worden, red ik deze kleine. En de schrijver Abel Herzberg noteert droog: dat was bedoeld als troost en oprecht gemeend. Herzberg staat bekend als een baken van verdraagzaamheid en mildheid. Maar dit boek dat wij vandaag bespreken, Amor Fati, ik heb alles maar meegenomen, een bundeling van opstellen die hij dus schreef bij terugkomst uit Bergen-Belsen. Amor Fati is niet per se een mild boek. Het is raak en het is scherp. Dat blijkt alleen al uit zijn analyse van deze Irmi, de gevangene die als blokvurerin en capo onbarmhartig toezicht houdt. Irmi is een round character in het hoofdstuk dat over haar gaat. Ze heeft zo haar momenten. Ze snuit de neuzen van weeskinderen, praat met vrouwen over lapjes en katoentjes, over broekjes en jaratelletjes. En zodra ze genoeg gebabbeld heeft, zegt ze: zo, jetzt gehe ich mal ein bisschen prügeln im Frauenlager. En dan verlaat ze de gevangenenbarak om met haar karwats Poolse vrouwen te gaan slaan in de nog lagere regionen van de hel. Irmi gelooft in haar eigen goede bedoelingen. En deze casus van Irmi, de vertederde capo, interesseert Abel Herzberg buitengewoon. Hij bestudeert haar. Met de nieuwsgierigheid van de onderzoeker die, schrijft hij, zelfs als hij tegen de grond geslagen wordt, de belangstelling niet verliest voor zijn tegenstander. Dat is uit overlevingsdrang, om straks terug te kunnen slaan. Maar het is vooral uit moreel zelfbehoud. Want Herzberg streeft niet naar begrip van de situatie uit mildheid, of omdat hij de tegenstander later wil kunnen verdedigen. Het is veel meer zo dat hij wil doordringen in de gebeurtenissen in de kampen, ter wille van onszelf, zoals hij zegt, en onze zuiverheid. Hij ziet dat die gewetenloosheid besmettelijk is. Dus hoe wapen je je daartegen? Hoe voorkom je je eigen morele faillissement? En ik denk eigenlijk daarom dat die berustende, fatalistische titel, Amor Fati, liefde voor het onvermijdelijke, dat die bedrieglijk is. Volgens mij had de bundel veel beter en in even gedistanceerd en afstandelijk Latijn tua res agitur kunnen heten. Je eigen belangen staan op het spel. Dat is een waarschuwing van Horatius en die duikt hier en daar in de tekst in het boek op. Tua res agitur parias cum proximus ardet. Je eigen zaak staat op het spel als het huis van de buurman in brand staat. Of als het huis van de buurman in brand staat, staat je eigen zaak op het spel. De mensheid is één groot ecosysteem. En je kunt je niet isoleren van het groteske geweld dat rondwaart. En ook niet van de morele waanzin van anderen, want je wordt erdoor geraakt, besmet. aangestoken. Als je niet oppast, steekt de wreedheid je aan. En dan word je dus zelf die gevangene, die andere gevangene onder toezicht houdt, vernedert, verraadt en ook nog denkt daaraan goed te doen. Kortom, de kernvraag van de geschiedenis draait om Irmi. Hoe krijgt zij zichzelf zover dat ze niet hele volkeren vergast en uitmoordt? Of althans, dat ze moord niet normaal gaat vinden en in moderne termen de oproep ertoe retweet. Laat ik er allereerst duidelijk over zijn. Ik pretendeer vanavond niet te weten hoe je Amor Fati moet lezen. Ik kan hooguit zeggen hoe ik het boek zelf lees. En dat is, moet ik zeggen, met bijna niet te overwinnen schroom. Ik ben opgegroeid met de oorlog als een beladen familiegeschiedenis. En ik durf van oudsher nauwelijks te praten over het verleden alsof dat een raar soort culturele toe-eigening zou zijn. Het probleem, mijn probleem, is dat mijn grootvader, de vader van mijn moeder, bij het uitbreken van de oorlog in vreemde krijgsdienst trad en later met de Duitse legertroepen naar Rusland trok. En door die rare oorlogsgeschiedenis heb ik mijn wortels in schuld en schaamte. En tijdens de voorbereiding van deze avond dacht ik vaak, hoe haal ik het eigenlijk in mijn hoofd om over Amor Fati te gaan praten voor een publiek? Ben ik niet al van geboorte af aan moreel failliet? Tegelijkertijd en toch heb ik uiterst eigenwijze en bedweterige meningen over de aanpak die anderen kiezen. Ik heb in de loop der jaren, in de loop van de tientallen jaren, vooral een grote hekel gekregen aan boeken en films die de oorlogsgeschiedenis presenteren als een gruwelkabinet. Er leeft onder mensen een morbide en lugubere fascinatie voor geweld en voor misdaad. En die doet in feite afbreuk aan de ernst ervan. U kent al die luid verontwaardigde verhalen wel over de Holocaust, die het verleden gereed maken voor consumptie, muziekje eronder, Duitse legerlaarzen, veel geschreeuw. Het is een pervers teren op de misdaden van een ander. De grootste wandaden in de geschiedenis worden zo teruggebracht tot het decor waartegen wij onze goede rol spelen, vol brave afschuw en heilige verontwaardiging. Het is onernst. En ik heb beslist niet het gevoel dat je als lezer of kijker zo je eigen morele faillissement afwendt. Integendeel. Maar nu ik dit voorjaar voor het eerst Amor Fati las, veegde Abel Herzberg in één klap die hele bewazende ruit van de geschiedenis schoon. Het is echt een onbegrijpelijk goed boek. En het blijkt mogelijk zo intiem te schrijven over de vernietigingskampen dat er een vreemd soort nabijheid ontstaat tussen schrijver en lezer. En het gaat hier nu eens niet om onze fascinatie voor misdaad en normloosheid, maar de schrijver probeert juist samen met ons naar de norm te zoeken en dat is zeldzaam. En het is ook historiografisch interessant, zeker voor ons als 21e eeuwers, die worstelen met de vraag hoe je de geschiedenis op papier moet krijgen. Hoe schrijf je geschiedenis op? Want geschiedenis, of geschiedschrijving, begint natuurlijk gewoon bij de feiten, uiteraard. Maar gaat schrijven niet altijd ook over betekenis? En die betekenis zit in feite in de vraag die je jezelf als schrijvende, maar ook later al lezende, stelt. De Amerikaanse schrijfster Vanessa Zoltan zei deze zomer in een interview in de NRC over de betekenis van literatuur dat Auschwitz in feite als een zonsverduistering is. Het is te fel om direct in die zon te kijken, maar je kunt er wel betekenis aan ontlenen via tekst. En iets dergelijks, maar dan nog pertinenter en veel eerder, zei Lea Dasberg, de Joodse pedagoge, in 1965 naar aanleiding van haar proefschrift, waar veel heibel over kwam. Ik heb dat uit een boek van Marion de Ras over. Lea Dasberg en stuitte daar toevallig op. Lea Dasberg zei in 1965... En nou geloof ik dus dat de kinderen door het kennen van feiten uit de Tweede Wereldoorlog, veldslagen, zowel als namen van politici en hun functies, namen van concentratiekampen, feiten over hongerwinters en jodenvervolging, over de aantallen gesneuvelde soldaten en gebombardeerde steden, dat de leerlingen met deze feiten op zichzelf nog helemaal niets aan historisch bewustzijn hoeven te winnen. En dat ze dat zelfs uitdrukkelijk niet zullen winnen wanneer men het bij deze feitenkennis laat. Dit kwam Lea Dasberg in 1965 min of meer op verwijten van holocaustontkenning te staan. Uitermate ongemakkelijk en onterecht, denk ik. En zelf vermoed ik dat ze hier simpelweg wees op het belang van normativiteit. Met alleen de naam- en adresgegevens van daders en slachtoffers kom je uiteindelijk niet verder. Je hebt politieke en normatieve vragen nodig om vooruit te komen. Als je niet in een totalitaire staat wilt leven, moet je leren persoonlijk politieke verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen toekomstige keuzes. Als student van de geschiedenis, zei Lea Dasberg later ook, moet je het probleem der moraliteit leren kennen. Niet moraliteit, maar het probleem der moraliteit. Normatieve vragen stellen. En op een heel delicate manier is dat precies wat Abel Herzberg doet met Amor Fati. Het probleem der moraliteit aan de orde stellen. De ingewikkelde kwestie van de morele norm. Want wat is die norm dan en hoe pas je die van geval tot geval toe? Herzberg kijkt in een van de hoofdstukken met een lichte fons naar Labie, een schoolmeester uit de Libische stad Benghazi. Die weigert soep met paardenvlees te eten, omdat hij zich heel precies aan de Joodse spijswetten houdt. De gevangenen zijn het erover eens. Labie is een man als een lelie. Maar in Bergen-Belsen is het niet verstandig je soep te laten staan. En het zou zeer zonde, zegt Abel Herzberg, het zou zeer zonde zijn als Labie doodging. Je zou het hem zelfs kwalijk kunnen nemen. Want ook de spijswetten eisen niet dat je jezelf uithongert. Dus ze spreken hem erop aan. Labie, waarom eet je geen soep? En dan fluistert hij, omdat er een verschil is tussen rein en onrein. En wat je ook vindt van de verstoktheid van Labie, schrijft Herzberg, deze zin onderscheidt hem van degenen die niet weten en ook niet willen weten dat er een scheidslijn loopt tussen geoorloofd en ongeoorloofd. De nazi's hebben dat besef niet, Goebbels niet en de Führer al helemaal niet. En daarbij gaat het natuurlijk niet om paardenvlees, maar om de eerste zin uit de menselijke beschaving. Om de erkenning, zegt Herzberg, dat er iets is dat mag en iets dat niet mag. Wat kunnen wij nu in deze onrustige nieuwe eeuw van ons, met het huis van de buren in brand en onze eigen zaken op het spel, leren van deze episodes met Irmi en Labie? Twee lessen zijn er, denk ik. Waarschijnlijk vind ik die lessen zo makkelijk in de tekst, omdat ik ze er zelf inleg. De eerste les voor de 21ste eeuw is dat wij heel snel af moeten van onze populaire identiteitsvraag: tot wie behoor ik? hoor ik tot de goeden of de slechten, de reinen of de onreinen, de normalen of de abnormalen. De vraag is namelijk niet wie we zijn en tot welke groep wij behoren, maar op welke normatieve argumenten wij ons handelen baseren. Is dat handelen rechtvaardig? En dient het dus niet alleen onze eigen groep, maar ook de zaak der anderen? En ik denk, en daar is volgens mij vrijwel iedereen het over met mij oneens, dat het niet goed is die morele vragen te negeren. Je kunt die morele vraag vooruitschuiven en verzuchten dat je nu helemaal niet weet wat je zelf zou doen of zult doen ooit nog in oorlogsomstandigheden. Al zolang ik me kan herinneren is het bonton om dat te zeggen. Ik weet niet wat hoe ik zelf zou reageren. Maar ik heb dat altijd schandelijk moreel gemakzuchtig gevonden. Want je kunt op zijn minst voornemen je onder alle omstandigheden minimaal menselijk te gedragen tegenover anderen. Je hoeft geen heilig te zijn. Dat wat de ethici noemen supererogatie over vragen van mensen, eisen dat ze heilig zijn, is onverstandig. Mensen hoeven zelfs niet altijd een barmhartig Samaritaan te zijn. Maar wel, zoals de filosoof Judith Jarvis Thompson dat ooit noemde, een minimaal fatsoenlijke Samaritaan. En dat is een plicht. En het zal, als achteraf blijkt dat je daar onder extreme en ontmenselijkende omstandigheden niet aan hebt kunnen voldoen, dan zien we dat wel, dan wel weer, maar die norm ligt er. Je gaat in een oorlog geen onderduikers aangeven, bijvoorbeeld. En je gaat ook geen gevangenen slaan. Dus dat kun je toch op zijn minst jezelf wel voornemen. Wees een minimaal fatsoenlijke Samaritaan. De tweede les is dat we met die norm een levende en persoonlijke omgang moeten behouden. En die normering van gedrag niet kopvloos moeten uitbesteden aan systemen en technologie en de norm gaan automatiseren. Kijk eens wat de 21ste eeuw te bieden heeft op het gebied van normering van menselijk gedrag en aansturing. De EU gaan data uitwisselen tussen EU-landen op basis van automatische gezichtsherkenning. Russische gezichtsherkenningssoftware pikt op straat de minderheid der Oeigoeren eruit. En Facebook koppelt biometrische gegevens aan profielen. En ik voel nattigheid, om het maar eens voorzichtig te zeggen. Ik zat deze zomer met een hier aanwezige vriendin van mij op een Amsterdams terras onder een camera. En zij zei, zie je daar alleen onveiligheid in of ook veiligheid? En ik zei alleen onveiligheid. En ik dacht, maar dat zei ik niet, ik zie er een administratieve moordmachine in. Deze twee heel actuele kwesties, identiteit en automatisering, zijn nauw verbonden. Ze zijn met elkaar verbonden en ze zijn allebei en ook allebei gezamenlijk verbonden met de geschiedenis van het geweld. Ik zat de hele zomer thuis op een stoel en met dat boek en probeerde de puzzel van de geschiedenis te leggen. Ik dacht echt, als ik maar hard en diep genoeg nadenk, kom ik met een vondst, een conclusie over normering en geweld. En die zal dan niet alleen de toekomst veranderen, maar zelfs het verleden. Nou ja, je weet maar nooit. Af en toe denk ik dat dat mijn opdracht is in het leven. In mijn huis, in de kamer waar ik ontbijt en de krant lees. Ik heb allemaal hele kleine kamertjes met allemaal verschillende functies. En hier ontbijt ik en lees ik de krant. En daar hangt aan de muur een piepklein, zo'n klein Russisch icoontje met een afbeelding van Sint Joris. Dat icoontje heeft mijn grootvader meegenomen uit Rusland toen hij daar als ordonnans aan het oostfront was. Een ordonnans is iemand die heen en weer rijdt met berichten. Ik weet niet of hij het gekocht heeft of achterover gedrukt. En helemaal gerust ben ik daar niet op. Maar hoe kom je daarachter? Men kan zich bij mij melden. Vreemd genoeg was mijn grootvader ook nog even daarvoor of daarna, dat weet ik niet, commandant van het opleidingsinstituut van de landwacht te Wassenaar. Maar hij was geen nazi en hij was geen psychopaat. Hij was een avonturier die werkloos raakte aan het begin van de oorlog en een opening zag. Een opportunist zou je kunnen zeggen. En dat onderscheid maak ik hier beslist niet ter vergoelijking of ter nivellering, zoals dat tegenwoordig heet, maar ter verduidelijking. Hoe langer ik erover nadenk, en ik denk er echt al heel erg lang over na, hoe minder ik geloof dat er een profiel bestaat van het daderschap. Je kunt niet via DNA-onderzoek uitmaken of iemand een goed of een slecht mens is. Je kunt eigenlijk alleen maar iets zeggen over gedrag. En in zo'n oorlog neemt daderschap heel veel verschillende vormen aan. En er zijn natuurlijk ook door de jaren heen eindeloos veel profielschetsen gemaakt. Er zijn overtuigingsdaders, er zijn psychopaten. En die, in de woorden van Abel Herzberg, psychopaten zijn mensen die met vreugde en wellust leed toebrengen aan anderen. Er zijn gehoorzaamheidsdaders, sociaal conformisten. En je hebt de befaamde gewone mensen. En er zijn vrijbuiters, zoals mijn grootvader. En al die mensen zijn nodig om een oorlog draaiende te houden. De hele ellende wordt mogelijk, zegt Herzberg, en dat vond ik bij lezing van het boek opeens heel verhelderend. De hele ellende wordt mogelijk doordat al die betrokkenen zich ontdoen van de last van het geweten. Van het onderscheid maken tussen wat mag en niet mag. Er is een bandeloos barbarisme dat in ons allemaal leeft, zegt hij, en dat naar vrijheid verlangt. Naar het losraken van het geweten en van die norm. En in de psychopathie kun je dat bandeloos barbarisme het gemakkelijkst herkennen. En zelf denk ik dat psychopaten om die reden ook het minst interessant zijn. Interessanter zijn normale mensen die de norm uit het oog verliezen. Om het voorbeeld aan te houden voor mijn grootvader, hij was bepaald geen slecht mens. En er zijn in de dossiers ontlastende verklaringen geweest van mensen die serieus door hem zijn geholpen. Maar het gaat ook niet om de vraag of je een slecht mens bent. En bij onderzoek naar daderschap moet daar niet de aandacht naar uitgaan. Het gaat erom dat er dingen zijn die je niet doet. Zoals meewerken met een regime dat onloochenbaar de hele Joodse bevolking deporteert. Kijk maar eens, denkt de familie sindsdien. Kijk maar eens wat er van die medewerking geworden is. Ik heb Amor Fati vooral ook gelezen om te voorkomen dat ik zelf in de toekomst volkeren vermoord en uitroei. Hoe zorg ik ervoor, hoe zorgt een samenleving, hoe zorgt onze samenleving ervoor niet besmet te raken door moreel geweld? Ik heb gezegd, er zijn twee lessen en die twee lessen gaan eigenlijk allebei over groepsvorming, profilering, statistische categorisering, stereotypering en stigmatisering. En dat zijn grote woorden. En ik weet uit mijn praktijk als columnist dat niet iedereen gauw warm loopt voor een thema als je zo begint. Dus laten wij in mijn ontbijtkamer nog even naar rechts kijken. Daar hangt dat icoontje. En daar hangt een tekening van de Madonna, gemaakt door Paul Goesch. Die tekening heb ik toen ik student was vrij naïef gekocht, zonder te weten wie Goesch was. Tegenwoordig weet ik dat zijn werk valt onder de noemer outsider art. Kunst van buitenstaanders, mensen met kenmerken van het abnormale. Want Goesch was psychiatrisch patiënt en had dus een geschonden identiteit. Althans, zo noemt Erving Goffman dat. Ik heb allemaal boeken meegenomen om mee te zwaaien, dat is leuk. Dit is een bijzonder inzichtelijk boek. Het heet klassiek boek over stereotypering en geschonden identiteiten. Het heet Stigma 1963. En Goffman zegt, mensen zoals de psychiatrisch patiënten, de geesteszieken, de blinden, ook de ex-gedetineerden of de transseksueel, moeten leven met het stigma van de sociaal afwijkende in een maatschappij van normalen. En ze belanden met dat stigma vast in een groep. En vanwege dat sociaal afwijkende, omdat hij psychiatrisch patiënt was, werd Paul Goesch in 1940 door de nazi's vermoord. En sindsdien is zijn werk daardoor ook, valt het weer in de groep van slachtoffers van het nazi-bewind. En een paar jaar geleden was dat werk ook daadwerkelijk te zien in Duitsland, geloof ik, op een tentoonstelling die Kunst en Stigma heette. Precies hierom, omdat veel geweld voortkomt uit stereotypering. Daarom ben ik zo huiverig voor de gedachte dat technologieën onze beslissingen voor ons gaan nemen. Want de systematiek achter die technologie is bijna per definitie gebaseerd op stereotypes. En daarom ben ik al net zo huiverig voor stereotypering van mensen onderling, maar ook voor zelfstereotypering. Ik zou zeggen, nestel je niet te behagelijk in de groep. Want iedere vorm van groepsvorming werkt via uitsluiting. Uitsluiting van jezelf en uitsluiting van de ander. Of je nou zelf een regenboogvlag op je deur hangt of dat een ander het doet. Je verdwijnt in beide gevallen met je regenboog in de regionen van het abnormale. Ik reed toen ik vandaag de stad binnenkwam ook weer achter die prachtige Amsterdamse Pride-bus aan. En ik schrik er altijd een beetje van. Helemaal in regenboogkleuren. Want zodra ik stuit op dat identiteitsdenken met zijn groepsgedrag en zijn groepsvlag en zijn groepsbus, gaan bij mij stevast 20e eeuwse alarmbellen af. In de vernietigingskampen waren de gevangenen door de nazi-ideologie helemaal finaal teruggebracht tot hun groepskenmerken. Hun geschonden identiteit. Ze waren gedepersonaliseerd. En de vraag was hoe je onder zulke omstandigheden nog kunt blijven handelen, overeind kunt blijven als persoon, los van je groepskenmerken. Als je van buitenaf tot de groep wordt gereduceerd, moet je je uiterste best doen individueel overeind te blijven. En Herzberg portretteert de geïnterneerden tijdens die zoektocht. Hij beschrijft ze niet als een homogene groep met een stigma, maar als mensen die allemaal verschillend op volstrekt abnormale omstandigheden reageren. Sommige van de mensen die hij beschrijft vertonen nog steeds normaal, gezond, instinctief gedrag. Zou je kunnen zeggen dat die moeder die een lakentje, een kanten zoompje haakt voor het lakentje van het baby. Maar in de gekte van de omstandigheden komen ook ongezondere instincten boven. En Herzberg verzucht, het leed heeft weer eens vergeten te veredelen. Want erg zachtzinnig is hij niet. Er zijn stralende mensen, zegt hij. Mensen als een melodie. Mensen als een lelie. Mensen als Labie. Maar ook mensen die alleen handelen uit instinctief zelfbehoud. Er ontstaat een hiërarchie in het kamp waarin sommige gevangenen zich verlustigen aan het snippertje autoriteit dat ze is toegeworpen van bovenaf. De macht die ze daarmee over anderen hebben. Mensen als Irmi. En Herzberg schrijft, je wordt niet alleen getrapt, je mag ook trappen. en dus ben je wat. Heel verhelderend als je eens wat rondzoekt op Twitter. Primo Levi, die heb ik ook meegenomen om ook mee te zwaaien. Die in Is dit een mens schrijft over Auschwitz. Leidt uit zulk verschillend gedrag af dat er geen grond is voor wat hij noemt de mythe van de oorspronkelijke gelijkheid van alle mensen. De mythe van de oorspronkelijke gelijkheid van alle mensen. Want ze reageren immers allemaal verschillend. Maar Primo Levi, en misschien moet ik zeggen de chemicus Primo Levi, trekt daaruit een andere conclusie dan de rechtsgeleerde Abel Herzberg. Want Primo Levi zegt dat al die diverse eenlingen met hun verschillende gedrag namelijk ook niet meer worden verenigd door een gedeelde norm van rechtvaardigheid. Hij schrijft: hier in het kamp bestaan geen misdadigers of gekken. Geen misdadigers, omdat er geen morele wet is die je kunt overtreden. En geen gekken, omdat we gedetermineerd zijn en alles wat we doen op die tijd en die plaats kennelijk het enig mogelijke is. Maar voor Abel Herzberg geldt de morele wet juist nog wel in Bergen-Belsen. De gevangenen hebben nog steeds de mogelijkheid keuzes te maken en dus zijn ze verantwoordelijk te houden voor hun daden. En Herzberg is ook niet de enige jurist in Bergen-Belsen die er zo over denkt. Omdat die wet er nog steeds is, en dus ook de individuele verantwoordelijkheid, wordt op de appelplaats van Bergen-Belsen een rechtbank opgericht. Een tribunaal met 3 Joodse rechters en met Abel Herzberg zelf als openbaar aanklager, officier van justitie, procureur-generaal. Diefstallen door de gevangenen onderling gepleegd worden berecht door dit tribunaal. Leugens worden aan verdachten tegengeworpen. En Herzberg, de procureur-generaal, walgt af en toe van zichzelf en de rol die hij op zich heeft genomen als aanklager. Omdat de verdachten zo berooid zijn en zo haveloos, maar niettemin, er wordt recht gesproken. Totdat, schrijft Herzberg in een aangrijpende passage, totdat de verdachten sterven. En ook de rechters sterven. De advocaten en de getuigen sterven. En de zaak bij gebrek aan levende partijen moet worden overgelaten aan die grote, onzichtbare rechter die oordeelt over de doden. En daarmee kom ik terug op de veelbezongen mildheid van Abel Herzberg. Die wordt hem soms zelfs kwalijk genomen. Herzberg heeft na afloop van de oorlog vaak gezegd dat hij niet wilde blijven haken naar vergelding. Omdat vergelding een cirkel is zonder begin of eind. En die houding ging sommigen te ver. Het werd opgevat als verzoenlijkheid. Maar hoe zit dat eigenlijk met die mildheid en verzoenlijkheid en vergevingsgezindheid bij een man die uitgehongerde gevangenen aanklaagt en voor het gerecht sleept zodra ze een brood hebben gestolen? Ik denk zelf dat juist in die omstandigheden dat aanklagen een vorm van mildheid is geweest. Want Herzberg blijft zijn medegevangenen zien als morele actoren, als personen. Mensen die zich aan de wet moeten houden en zich daar ook aan kunnen houden. En dan gaat het natuurlijk niet om de wet die het bevoegde nazi-gezag ter plekke heeft afgekondigd, maar om de wet die dat positieve opgeschreven recht overstijgt. Die natuurwet, zoals juristen dat noemen, is in feite gebaseerd op de wet van Labie. De basisovertuiging van de beschaving, de norm, dat er iets is dat mag en iets dat niet mag. Die norm ligt er. Ook al vindt de Joodse rechtplaats op de appelplaats de Joodse rechtbank op de appelplaats in Bergen-Belsen het lastig om die wet te moeten voorhouden aan de gevangenen. En ook al heeft Primo Levi gelijk dat je in extreme omstandigheden, als je uitgeput bent en uitgehongerd, dat je niet meer kunt weten dat het verkeerd is wat je doet. En ook al weten de nazi's niet dat die scheidslijn tussen geoorloofd en ongeoorloofd bestaat. En ook al is het bon ton voor ons als nageslacht om te zeggen dat je niet weet wat je zelf zou doen in die omstandigheden. De norm ligt er. En het probleem der moraliteit is een probleem omdat het een probleem is. We weten namelijk nooit precies wat de norm is onder uiteenlopende omstandigheden en hoe je die moet toepassen. En juist daarom is het zo belangrijk daarover te blijven praten. Er is een levende, vitale omgang nodig met de norm en de wet, de natuurwet. En daarom is het ook zo belangrijk dat je je gewetensfunctie niet uitbesteedt aan anderen, de groep, of aan machines. En zo eindigt hiermee mijn leesverslag van dit grote boek, dat zo streng en mild tegelijk is, zwaar en licht. Het is wonderschoon en bij vlagen vreemd grappig. Ik heb er deze zomer maanden mee op een stoel gezeten. Ik heb mijn hersens gekraakt om de puzzel van de vernietigingskampen voor altijd te leggen. Maar ja, dat is me helaas niet gelukt. En die puzzel valt ook niet te leggen. Hoe men het ook wendt of keert, zegt Herzberg onderkoeld, het blijft een merkwaardige geschiedenis. En hopelijk helpt het een beetje om over die geschiedenis te blijven nadenken. En daarbij beveel ik iedereen Amor Fati aan als een scherpzinnige en zeldzaam goed geschreven gids.